ben Diefe. En ik ben Ralf. En we staan vandaag in de Biernavaren Bar. Maar zometeen gaan we de stad in, want vandaag testen we alcohol. En je denkt misschien, waarom doen jullie alcohol bij Drugslab? Maar ja, alcohol is toch echt drugs? Het is alleen heel erg genormaliseerd in onze maatschappij. En het is natuurlijk legaal. Maar het is toch niet zo onschuldig als je misschien denkt. Nee, want zelf drink jij eigenlijk ook bijna niet, toch? Nee, bijna niet meer. Ik weet niet, ik vind het bijna nooit meer waard, die kater. En... Heb je zo'n gekke katers? Ja? Ik weet niet, ik ben er gewoon een beetje vanaf gestapt. Maar dat hebben jullie niet. Nee, nee, die kater die moet je omarmen. Ja. Nee, maar gelukkig zijn Ralf en ik er nog, want wij gaan het op het zuipen zetten vanavond. Want alcohol is een middel dat vooral in sociale situaties en in de horeca wordt gebruikt. Dus daarom gaan we hier naar lekker de stad in. En het is vrijdagavond, dus ik denk dat Roos de enige is die nuchter is. Ja, Roos, want jij bent dus onze tripzitter van vanavond. En dat is bij alcohol best wel een grote taak om op je te nemen. Mensen worden luidruchtiger, asociaal, agressief, zelfverzekerd. Ik wil van zeggen dat ik voor niks insta voor wat ik vanavond ga doen. Dat jij je bouwt verantwoordelijkheid. Nee, maar want Dief, hoe ben jij als je dronken bent? Nou, ik kan me wel vinden in wat jij zegt. Ik word echt mega zelfverzekerd, misschien dan ook wel een klein sletje. Maar ik kan ook wel agressief worden als ik te veel drink. Ja? Ja, dan wil ik ruzie zoeken. Dat wil ik meemaken. Maar wat is alcohol precies en wat doet het met je hersenen? Alcohol heeft een verdovend effect op alle hersenfuncties. Hierdoor gaan je motoriek, geheugen en zintuigen trager of minder goed werken, met als gevolg dat je minder goed kan nadenken, bewegen en zelfs praten. Doordat alcohol het denkvermogen aantast, zorgt dat ook voor ongeremd gedrag. Hierdoor kun je onder invloed dingen gaan doen waar je nuchter niet aan moet denken. En het effect dat je uiteindelijk voelt van de alcohol is natuurlijk afhankelijk van hoeveel glazen je ervan achterover tikt. Maar het heeft ook te maken met je tolerantie. Dus als je vaker veel alcohol drinkt, dan word je waarschijnlijk minder snel dronken. En met je lichaamsgewicht. Dus Ralf, ik denk dat jij me op een gegeven moment onder de tafel zuipt. Ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar of ik meer kan drinken dan jij. Jij zegt altijd dat je heel veel kan drinken. Ja, ik, dat is eigenlijk de enige druk ook die ik gebruik. Maar wie drinkt het meest, denk je? Ja, ik denk toch wel. Ik denk wel. Uiteindelijk wel. Ja, wel. Maar heb jij een beetje een goede bodem gelegd? Ja, ja. Ik heb veel koolhydraten gegeten. Dus ja, dat zit er goed in. Waarom eigenlijk? Nou, dat is heel erg goed, want alcohol neemt ongeveer 10 minuten de tijd voordat het in je bloed komt. Als je veel hebt gegeten, dan heb je een dikke bodem in je maag, waardoor die alcohol minder snel je bloed bereikt en dus minder snel dronken wordt. Ja, dan kunnen we de hele avond lekker door. Alright, weet je wat ik hier voor jullie heb? Mijn special mix. Wow, mijn favoriet. Is het Baco je favoriet? Nee. Ik wilde zeggen het eerste drankje, maar Ralf heeft al... Ja. Proost. Vanavond maken we Amsterdam onveilig. En we beginnen in Ralfs natuurlijke habitat, een bruin café. Ik ga wat lekkere drankjes halen. Ja? Vol twee. Okay. Ja. Ik heb nu tot nu toe 2 biertjes en een Baco erin. En als je erop gaat letten, merk je dus dat je al best wel een soort buzz voelt. Eigenlijk. Maar normaal dan denk je daar niet zo aan. Maar als je erop gaat letten, dan voel je al dat je motoriek een beetje anders wordt. Dat je iets losser wordt. Sneller met andere mensen gaat praten. Ik vind dit wel altijd een van de fijnste stadia van alcohol drinken. De eerste paar drankjes. Eerste stokje is voor mij. Ah, daar is er al voor. Ah, we beginnen goed. Wat is dit? Jenever. Nee, jenever. 3, 2, 1, proost. Eeuw, wat is dat? Ja, dat is wel echt vies. Wat is dat? Gedronken. Ah, ik dacht, we moeten toch gewoon beginnen. Ik wil dit niet. Weet je wat ik wil? Tequila. Alright. Ja, ik heb er 2. Wil je er ook in? Wat is het? Voor jou. Tequila. Ik wil echt iets aan. Er is niks uit. Ik dacht, nee, dit gaan we niet doen. Als je drinkt, hoef je niet altijd gelijk zo bam bam al die shots te nemen. Iedereen drinkt op zijn eigen tempo. Wat een kutspel!
nooit. Ken je dat, Diva? Oh ja, hoe werkt dat? Ik zeg iets wat ik nog nooit heb gedaan. En als je het wel hebt gedaan, moet je een slok nemen. Ja, is goed. Ik heb nog nooit een vinger in mijn reet gestoken. Ik niet volledig. Nee, een beetje vinger is ook je vinger. Ik word wel een beetje dronken al, merk ik. Ja, het is ook best wel veel, hè, wat we nu al doen. Wat in je leven, biertjes. Ik merk al dat het begint te komen. Ik heb een soort graadmeter in hoe dronken ik word. Hoe meer dit ook gaat hangen, hoe meer jullie weten hoe dronken ik ben. Dit is in principe alles wat ik nodig heb hier. Toch? Maar dit is wel echt, ik vind het wel heel leuk, dit. Jij kan in principe de hele avond en de nacht doortrekken in zo'n café als dit. Met een paar fluitjes, een paar shotjes. Maar wat is dan jouw ding? Ik heb altijd. Dan wil ik gewoon dansen. Dat komt straks helemaal goed. Echt? Ja. Mag ik weer bieden? Nee. Hè? We gaan even een adem, even pauzetje. Dit is 6 tezamen. En Ralf, jij hebt er 10. Oké, ik denk dat we deze niet meer nodig hebben. Deze ook niet. Ik denk dat er hier wel genoeg is. Je mag dit opdrinken en dan gaan we naar de karaokebar. Oké, daar zijn we klaar voor. Oké. Klaar. Oh god. Alright. Het tempo zit er goed in. Maar bij Ralf gaat het best wel snel, dus moeten we even de rem op doen. Maar het is nog wel gezellig. En mocht je nou merken dat het niet meer zo gezellig is, dat je zelf te hard gaat of je vrienden, dan is het belangrijk om sowieso te stoppen met drinken. Er is helaas niet echt een soort geheime hack om sneller nuchter te worden, want je lichaam doet er gewoon heel lang over om alcohol af te breken. Maar wat je wel kan doen is gewoon wat fris drinken, wat water, een luchtje scheppen, pauze nemen. Maar dat gaan wij nog niet doen, want wij gaan door naar de volgende locatie. Dan ben ik zo dronken. Zijn jullie klaar voor de karaokebar? Zeker! Mama, stel me nou. Weten jullie de weg? Wat? Oh ja, we moeten rijden. Ik vind dit het leukste moment van de avond. Ik zweer het, altijd. Wat? Nou, je komt er gewoon goed in. Dit is denk ik mijn sweet spot in alcohol drinken. Oh, dat klinkt echt heel naar. Hè, hoezo? Nee, je hebt dit toch is mijn sweet spot. Hè, je hebt toch gewoon een fijnste moment van dronken zijn. Gewoon net tussen aangeschoten en dronken zijn. Ik snap wat je bedoelt. Maar als je dan nu meer wat drinkt. Wat zit er nou uitleg? Maar als je nu meer gaat drinken, betekent het dat je dan alleen maar kutter gaat voelen? Of hoe? Moet je nu gewoon langzaam bij je drinken? Ja, dit wil je vasthouden. Ja, denk dus ik. Hoe hou ik dit vast? Gematigd drinken. En jij? Huh? Zit gewoon in de stijgende lijn. Stijgende lijn. Oké, okay, nou die gaan jou even vol gooien, denk ik. Kom. Dat vind je grappig, hè? Ja. Je praat zo mooi. Te gek. Dit gaat helemaal mis. Oké, biertje. Wow, jij kan echt goed tappen. Tijd voor een nummertje. Wat hier gebeurt, we drinken Malibu Cola en Fireball. Ja, ik neem de leiding. We zitten in een hele andere setting hier. Ja, nee. Net als het bier en je never. Oké, okay. Ja. Gaan we dit nu drinken? Nee, laten we nog eerst één moppie zingen. It's all the pressure we don't know. It's all out there. No one can hear my prayer. Ben, zou ik dit ooit doen zonder alcohol? Hey, samen zingen. Fireball? Doe de fireball. Fireball! Movie stars under the rainbow. We were
ga nu naar de wc. Altijd op de wc merk ik pas dat ik gedronken heb. Oh, wat een ellende. Eigenlijk is het echt niet leuk. Oké, als we het hebben over wat alcohol met je doet. Ik denk dat je, je wordt een soort slons, je wordt een soort... Slons? Ja. Spreek van jezelf! Nee, maar ik kan niet meer praten, ik kan moeilijk praten, ik weet niet meer wat er gebeurt, het boeit me eigenlijk ook niet meer. Ik praat gewoon met een dubbele tong. Maar wil je dan wel doordrinken? Want je drinkt wel, je blijft wel tappen. Ja, oké. Dus nu kom je op een punt waarbij je eigenlijk alleen nog maar doordrinkt omdat je nou eenmaal bezig bent. Maar ik hoef eigenlijk niet meer alcohol te drinken. Maar ik verlang wel naar de smaak van alcohol, denk ik. Nou, daar heb ik iets voor je. Wat is dit? Nee, wat is dit? Malibu. Nee, we gaan wel even naar even een watertje tussendoor. Ik ook geen kwaad. Ik haal 2 water. Ik heb even 2 water. Want Diva en Ralf die drinken nu allebei eigenlijk best wel snel. En daar kan je heel misselijk van worden en je kan gaan overgeven. Je kan ook gevoelig zijn voor alcohol op zich. Dat prikkelt je maag. En dan kan je ook sneller gaan overgeven. Maar waar je nou echt snel van kan overgeven is van zoete drank en drank mixen. Ja, dat zijn we eigenlijk allebei aan het doen. Dus ik dacht, shit, ik moet gewoon even wat water drinken. Echt tijd voor water. Je zit echt als een oude meneer te kijken. Gaan we nu over mijn houding? Ik weet het eigenlijk niet. Het overkomt jou ook. Dit is mij overkomen. Ja, dit juist is zo te kijken. Ik kan er ook niet meer anders zitten dan dit. Nu je het hebt gezegd. Overkomt het beste. Oh ja, ik ben blij dat we even een watertje drinken. Ja? Dat heb ik echt even nodig. Ja, oké. Okay. Ja, we hebben misschien te veel gedronken. Oh. Toch? Dat kan. Ja, dat kan. Lief, wat is het volgende station? Iets waar niet van die vervelende lampen zijn. Waar gaan we heen? Snackbar. Ja, ik vind het goed. Kunnen we hier naar de of anders? Oké, het eindstation is bereikt. Want we stoppen op ons hoogtepunt. En dat is belangrijk, want als je er overheen gaat, dan is eigenlijk het ergste wat kan gebeuren is alcoholvergiftiging. Dat is zo ernstig dat je zelfs in coma kan raken. En dat gebeurt bij jongeren nog sneller dan bij volwassenen, omdat onze hersenen nog niet zijn volgroeid. Nou, mocht je iemand zien die echt niet meer normaal kan praten en lopen en helemaal verward is, bel dan wel echt altijd 112, want vaak moet je opgenomen worden in het ziekenhuis. Oké, dat is allemaal gelukkig niet aan de hand bij ons, want wij gaan lekker eten. Oké. Tijd voor eten. Oh, dit is echt even mijn moment nu. Oh, hier naar uitgekeken. Dit blok. Iets hebben? Ik ga over deze halen, man. Misschien nog een kroketje. Ik wil even een kroketje halen. Ik neem nu plassen. Man. Ja, grappig. Ja, vind je echt leuk. Ja, maar dat is ook fucking goed gelukt. Goed, zijn we klaar? En zoals wel vaker als je uitgaat, wordt iedereen op een andere manier dronken. Ook Ralf en Diva hebben allebei zin in iets heel anders. Ralf vindt het wel welletjes, lekker een kroket en naar huis. En Diva, ja, die wil nog losgaan in de club. Een klassieke stapavonddiscussie. Dief, ik vond het echt topavond. Wat vond jij? Ik niet. Een hapje? Nee. Nee, echt niet? Ik vond het leuk, maar ik dacht dat we nog gingen dansen en zo. We hebben gedanst. Dat hebben we allemaal gedaan. Niet in een club. En nu voelt het alsof ik heel veel heb gezopen en ik ben nog lang niet nuchter. En dan moet ik zo in mijn bed gaan liggen. Jee. Maar je hoeft niet op bed te liggen. Ik ga nog gewoon met je mee uit. Ik volg jou, we gaan dansen, we gaan chanten. Ja, maar ik ben wel fucking chagrijnig, omdat jij ineens wil vreten en naar huis wil. Ja, oké, maar kijk. Waarom wil je dat zo graag? Ik heb gewoon genoeg gehad. Ik heb genoeg gedronken, ik had honger, ik had zin in een kroketje. Dat is gelukt. Avond geslaagd. Ik vond het top. Dit is wel typisch alcohol, hè? We willen maar allebei wat anders. All my love, baby,
Oké, dan nu mijn recept voor de anti-kater. Voor de anti-kater. Ja, oké, top. Even kijken, ik pak de... waar ligt het? ORS. Oral Rehydration Salt. Die doe je erin. Dit vult namelijk de mineralen en de suikers en de zouten aan. En als je echt een beetje naughty wil doen, dan gooi je er een bruistablet bij. Wat is dat voor een bruistablet? Het is vitamine C. Oh, oeps. En dan word je morgen gewoon weer helemaal fris wakker. En die is voor Diva zeker? Diva, wil jij ook? Wil jij ook dit? Ja, dat wil ze wel. Ja. Geen kater, hè, is de belofte. Het is het vitamine C. Dan gaan we kijken morgen. Mm. Oh, oh. Hij is nog niet opge... Oh. Hij was nog helemaal niet opgelost. Hé, hey, maar geen kater hoorde ik. Dus dat moeten we nog maar even zien morgen. Die was net wakker en die loopt gewoon helemaal te springen. En te... Wat weet je nog van gisteren? Ik weet dat we aan het zuipen waren in het begin en dat het iets te hard ging, omdat ik gelijk werd overgehaald met shotjes, dat ik dat deed. Jij vroeg letterlijk om shotjes, hè? Dat zei jij het ook. Nee, ik wil dit niet. Mag ik shotjes? Er kwam shotjes. Ik wil geen shotjes! Hoe ben ik eigenlijk daar? Hi. Hey jongens. Hey. Oké, Ralf moest vanochtend om 9:30 al werken. Ik denk dat hij daarom eerder naar huis wilde. De kleine bitch. Maar we gaan hem verrassen. Kijken hoe het met hem gaat. We mogen Ralf dus nooit bezoeken op zijn bijbaan. Want hij werkt daar volgens mij met allemaal coole mensen. Maar nu gaan we het gewoon even doen. Hey. Hoe gaat het? Goed, met jou. Gaat heel goed. Gaat goed, ja. Ja, het gaat echt wel dit goed. Is vlog. Ja? Ik had het echt wel heel zwaar vlog, maar nu gaat het wel. Wat was er vanochtend? Ik had een grote kater wel. Ja, ja, toch wel. Ja, toch wel. Ondanks je ORS. De bom had niet gewerkt. Oh. Wat werkte je? Ik had gewoon hoofdpijn. Ik had gewoon geen zin om te werken. Maar nu gaat het wel. Wil je een biertje? Nee, dank je. Dank je.